Allereerst willen we jullie namens de stichting een heel gelukkig, mooi sportief 2017 wensen. Met veel mooie sportmomenten en een prachtig sportmoment, misschien nog wel het mooiste van 2017, willen we vandaag graag toelichten. We willen de druk niet te hoog leggen of maken, Marianne, maar Kees Noorloos is al bezig met eventuele huldiging voor het einde van de maand. Dus heel veel succes de komende weken. 13 mei 2017 willen we heel graag weer voor de 11e keer Marianne Vos Wielenfestival organiseren. Jullie hebben gezien, of tenminste heel veel mensen hebben gezien bij de Paralympics, dat we ontzettend trots zijn op de aangepaste sporters. Maar die komen daar natuurlijk niet zomaar. Dus het is voor ons als organisatie denk ik ook wel een doel om te zorgen dat deze mensen zodanig gefaciliteerd worden dat er in ieder geval geen beperkingen zijn voor de sporters met een beperking. We hebben een flinke verbredingsslag ook gemaakt het afgelopen jaar. Dus alle jeugdwedstrijden zijn weer terug. Dat vraagt organisatorisch nogal wat van zowel de juryleden als van de inrichting van die dag. In 2016 hadden we voor het eerst een clinic, Wieler Experience zoals dat altijd zo mooi heet. En toen zei de moeder van Marianne terecht, ik zei eigenlijk, ik heb een hekel aan Engelse termen, zei Corrie, ja, waarom maak je niet van in het wiel van, puntje, puntje. Houd het ook een beetje spannend, mysterieus. En dat zal op 22 april gaan plaatsvinden. Dit jaar is het helemaal klaar gekomen. Ik ben een aantal keer doorheen gereden en elke keer als je er komt, wordt die mooier en mooier en mooier. Dus ik dacht, die Wiesbos moeten we mee zien te pikken. Wat wel iets wordt gewijzigd, zijn de extra beveiligingsmaatregelen in de laatste kilometer. Daarnaast hebben we ook de intentie voor de jeugd om een kwalificatiewedstrijd te zijn voor het NK. Maar nogmaals, heren, dames, media, jullie zijn hier toch altijd weer de oproep. Zijn er mensen, dan kunnen zich natuurlijk altijd aanmelden voor welke facetten dan ook. En ons doel was eigenlijk om veel meer sponsoren te vinden, om een breder draagvlak te creëren. En om het evenement niet afhankelijk te laten zijn van die één of twee grote sponsoren. Persoonlijk vind ik het ook mooi dat je niet alleen als Rabobank zeg maar, kijkt naar sport, maar ook met cultuur en sport samen kunt gaan sponsoren. Dus daar richten we ons ook met name op. Maar wat heel mooi zou zijn is als dit ook een platform zou kunnen zijn om de saamhorigheid in dit gebied nog van grotere waarde te kunnen krijgen. Ja, uiteindelijk denken wij dat wij via de wielersport onze boodschap naar buiten kunnen brengen. En dat is niet zozeer dat wij echt naam bekendheid willen hebben als WNB zijnde, maar meer dat we verbonden willen worden met het feit dat wij verduurzamen en dat we eigenlijk voor onze nazaten, zeg maar voor mijn kinderen en voor onze kleinkinderen, een betere wereld achter willen laten. Maar dat ze de laatste dagen zoveel wind, daar ligt inderdaad wel aan de fiets, hè Marianne. Ja. Ja, Marianne, successen zijn niet van de lucht. Volgens mij ben je alleen maar aan het winnen op het moment. Zo vroeg in het jaar al, voor een evenement wat op 22 april en op 13 mei gaat plaatsvinden, denk ik dat we alweer heel ver zijn met de huidige activiteiten. Of is voor mezelf te veel eer, want ik fiets alleen maar een beetje. Ja, na de professionalisatieslag van vorig jaar en ook wel de evaluatie hebben we denk ik allemaal kunnen concluderen dat we heel blij zijn met wat we nu hebben staan, het programma wat we hebben staan. Het is een vol programma. Ja, daarom ben ik ook zo blij dat het mijn naam draagt. Als het alleen voor mijn eigen wedstrijd zou zijn, dan zou ik er enigszins moeite mee hebben. Maar juist nu deze stimulatie in de breedte sport voor de lokale bevolking, maar ook voor de jeugd, zie je dat het, dat het wielrennen voor iedereen is. Er werden net een paar suggesties al gegeven waarom Marianne niet zo goed rijdt. Ik denk dat het aan de Broekse lucht ligt. Dank jullie wel allemaal en hopelijk op 22 april, dan wel op 13 mei. Dank jullie wel.